Het is vrijdagavond. Het is tijd voor Lego. Lego! Dit zijn Bas en Edgar. Als zij vanavond winnen, gaan ze de berg in. Met paarden in een tentje. Gaan ze lekker in een tentje bij elkaar liggen. Kom, leuken. Oh, dit zijn Barbara en Fiona. Nee, jouw ziel. Lego! Stop maar. Dankjewel. Een hele goede avond allemaal, jongens en meisjes, dames en heren. Ik ben er klaar mee. Ik bedoel, bent u er klaar voor? Ik heb hier in ieder geval reuze zin in. Krijgen wel een beetje een slappe lul van. Hebben jullie er zin in? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik zou misschien wel een biertje willen. Wat leuk. Drinken jullie veel bier samen? Nee. Nou, ik drink helemaal geen bier. Kijk naar mijn fucking body. Ze noemen me niet voor niets sapjes, Bas. Bah. Iedereen die zegt dat ik altijd fucking dik ben, maar dat ben ik helemaal niet. Kijk je wel eens in de spiegel? Kut hoor. Wat zei je? Ja, ik had het gewoon over die dingen. Dat is verder niks, joh. Nou, oké, dan gaan we beginnen. Nou, hup. Ja, hoor. Geef ze een applaus! Bas, je moeder belt! Hebben jullie zin? Ik zeg tegen Anita, heb je stront aan je bakpak of zo? Wat? Jullie zitten niet op te letten, hè? Stelletje krek hoor, hè? Nou, applaus, team 2! Oh. Maar die paas, die mag wel even mijn ballen graaien, hè? Zo, team 1, begin maar. Lekker in je ballen graaien! Team 1, lingo betekent woorden raden en niet fucking een beetje een potje in ballen graaien. Deze is dus niet meer voor jullie. Nou, gaan we nu serieus doen, heren? Of, kijk ik serieus? Niet, hè. Nee. What the fuck? Dan team 2, jullie mogen beginnen. Team 1 is... Ballen graaien. B... ik wil wel ballen graaien. Ballen. Jullie maken er echt een potje van. Ik wil een complete stilte. Bas, ga eens bier halen! Oké, ik ben er helemaal klaar mee. Helemaal. Ja. Geen tas voor jullie. Ik laat het niet bij. Een prettige avond. Wat heb ik zin om thuis te ballen?